De ChristenUnie wil de anticonceptiepil voor alle vrouwen in Nederland in het basispakket hebben. Hiermee hopen ze dat de abortuscijfers zullen gaan dalen. De ChristenUnie laat weten dat er veel abortussen in ons land zijn en dat dat vaak komt doordat mensen geen toegang hebben tot anticonceptie. Vinden de Tilburgers dat de pil in het basispakket moet komen? Ja, zeker. Ik vind dat het wel voor heel veel vrouwen is natuurlijk wel gewoon fijn als de anticonceptiepil gewoon in het basispakket zit. We betalen niet voor niks natuurlijk. Dus, dat iedereen daar gebruik van zou moeten kunnen maken. Ja, ik vind dat een goed iets. Ik ben dan mannelijk, maar ik zelf geen pil. Maar ik vind het wel goed als anderen dat kunnen gebruiken. En als het vergoed wordt, waarom niet? Ik denk dat dat de regie geeft aan de vrouw om wel of niet zwanger te raken. En dat het voorkomt dat mensen abortus zouden moeten plegen wanneer dat ze ongewenst zwanger worden. Ja, wat mij betreft is altijd fijn, denk ik. Over het algemeen is er ook veel jeugd die pil gebruikt. En ja, gezien de kosten lijkt me niet verkeerd dat het door het ziekenfonds gewoon betaald gaat worden. Ja, vind ik wel. Zeker wel. Abortus, als er een ongewenste zwangerschap is, een tweede optie is. En dan kies ik liever voor basispakket anticonceptiepil. Absoluut, absoluut. Ja, gewoon voor de veiligheid en om minder abortus te kunnen krijgen, zeg maar. Best wel van belang dat die in het basispakket komt of blijft. Nou, omdat er misschien mensen zijn die het financieel niet zo breed hebben. En als het dan in een basispakket zit, dan kunnen ze dat toch gebruiken. Nou, als je de pil laat betaalde de jeugd, dan krijg je heel vaak abortussen en morgen af de pil. Je kunt beter gewoon een basispakket opnemen. Omdat het kost toch wel wat geld als je dit bij elkaar optelt. Ja, waarom niet toch? Ja, kan je gewoon vergoeden. Ja.